Goh joh, hoe was de thuiskomst zaterdagnacht? Ja, thuiskomst was behoorlijk fijn, hartverwarmend uiteraard. Ontzettend heerlijk om iedereen te zien. Ik ben opgehaald door mijn man, mijn dochter, mijn zus en haar dochter en een aantal vrienden. Dus het was een grote groep. Ik moet zeggen, ze hebben een hele mooie keus gemaakt. De mensen die ik ook had gehoopt te zien, die heb ik ook gezien. En uiteraard mijn medebewoonster Hanne, die stond er ook. Dus dat vond ik heel erg leuk. Hoe was de thuiskomst zelf? Is er een feestje gebouwd? Nou ja, zelf hebben we een feestje ervan gemaakt in de studio's nadat ze me hebben opgewacht. En daarna ben ik richting een hotel gegaan en daar hebben we inderdaad een heel klein feestje gehouden in bescheiden kring. We waren met z'n tweeën en dat is ook prima, want ik had eigenlijk wel genoeg van de drukte om me heen. Ik denk, ik vind het ook wel fijn om het op deze manier rustig aan af te sluiten. Dus op die manier heb ik het een beetje gevierd. Dus eerst even met een aantal lieve bekende gezichten. En daarna hebben we ons teruggetrokken en waren we met z'n tweeën, mijn man en ik. Ben jij nu blij dat je het huis uit bent? Of toch een dubbel gevoel? Ja, het blijft altijd een dubbele gevoel. Altijd. Want ik mis de mensen die ik in het huis heb leren kennen. En ik mis ook een beetje de spanning als je het hebt over de spelletjes doen en als je het hebt over bepaalde gesprekken die je met elkaar voert. Maar ik moet zeggen, op de weegschaal, ja, dan overheerst toch wel de blijdschap om thuis te zijn. Dus als ik dat een beetje de boventoon laat voeren, nee, dan mis ik het huis niet en dan ben ik blij dat ik weer thuis ben. Wat vond jij eigenlijk van het hele Big Brother gebeuren? Want het was toch wel een strafavontuur, lijkt mij. Ik vond het een pittig maar gezellig avontuur. Ik heb heel veel meegemaakt daar, gezien, gehoord, gedeeld. Wat ik niet in eerste instantie had verwacht. Want ja, ik denk, ja, wat gaat er op me afkomen? Wat wordt er van me verwacht? Met welke regels ga ik te maken krijgen? Dus ik zag me er een beetje tegenop. En achteraf denk ik, nou, dit vond ik zo'n bizar maar gaaf avontuur. Ik had het voor geen goud willen missen. Echt niet. Ik zie jouw binnenkomst nog altijd voor mij. En ja, die ene zin die gaat jou waarschijnlijk jouw hele leven blijven achtervolgen. Ik denk dat je weet welke, hè? Dat zal toch niet zijn, let me entertain you. Ja, dat is inderdaad een zin die me behoorlijk gaat achtervolgen. Ik heb daar blijkbaar een verwachting mee neergezet. Ik weet van mezelf dat ik een entertainer ben, volop in hart en nieren. Alleen iedereen maakt met het woordje entertainer de associatie van show, spektakel en grandioosheid. Nou, bij mij is dat verre van dat. Ik entertain met alles, met zang, dans, gewoon goede gesprekken en dat soort dingen. Dus ik denk dat men in het begin eigenlijk wel geschrokken is van oké, hij roept wel let me entertain you. Maar het is een best wel rustige kerel. Dus wat willen we nou eigenlijk van deze man? Ja, en die komt soms me nog wel even achtervolgen. Dat mensen denken van, nou ja, als jij dan de entertainer bent, dan hang ik wel achterover en entertain mij maar. Ja, en ik ben wat dat betreft geen aan- en uitknop. Tenminste, die heb ik niet. Dus ik moet wel in de mood zijn om te entertainen. En dat was niet altijd het geval. Zeker niet in het begin. Nochtans, Julio, moet ik zeggen, ik heb enorm veel plezier aan jou beleefd. Oh, goed Omdat om jij te horen. toch heel vaak positief was. Is ook een vorm van entertainen. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik vind het leuk om te horen, want ik heb daar in het begin zeker aan getwijfeld. Laten we wel wezen, er zijn genoeg andere uitgesproken figuren op deze aardbol en in het huis overigens. Ja, dus dan valt mijn entertainment misschien niet altijd op, maar ja, mijn aanwezigheid was er wel. Dus ik ben blij dat het je is opgevallen. Dankjewel. Ja, maar je kan entertainen in Ahoy en je kan het doen in een kleine theaterzaal met 50 mensen. Eveneens helemaal mee eens. Ja, absoluut. En dat is ook precies hoe ik het zie. Maar goed, als uit speakers heel hard klinkt, let me entertain you, en dan komt er blijkbaar zo'n bombastisch grote knuffelbeer die kamer uitlopen, dan, ja, dan heb je eigenlijk wel een beetje de verwachting neergezet. Dus iedereen keek echt wel met spanning uit naar wat gaat hij nu in godsnaam voor ons laten zien. En dat, ja, dat viel denk ik achteraf iets tegen. Maar dat is mijn eigen mening. Mijn Ik eigen bescheiden mening zou overigens. het niet durven zeggen. Ik vond jou zelfs finale waardig, eerlijk gezegd. Wauw.
Dankjewel, dat vind ik heel erg leuk om te horen. Dankjewel.